begonnen bij de Nijenrode Business School. Heeft hij niet afgemaakt, want ja, op zijn 12e begon hij al met allerlei hippe webbedrijfjes op te richten. Zoals Link5, Spudu, YoungBits en Studyflow. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Edo van Rooyen. Hey Edo, hi. Je hebt een paar fans in de zaal, hoor ik. Dus... Ja, dat is het team, hè? Nou, leuk dat jullie er ook zijn. Welkom. Ik ben natuurlijk niet alleen, dat moet even gezegd worden. Ik heb het opgericht met twee medeoprichters en we hebben natuurlijk het beste team in de wereld. En dat zit daar achteraan. That's the spirit, ja. Yes. Yeah. Nou, Studyflow, daar kun je handige examens mee oefenen en zo. En ik dacht eerst van, nou ja, dat is wel heel basic. Maar dan Learning Analytics. Het gaat niet om wat de individuele studenten beantwoorden. Maar jullie hebben inmiddels 3 miljoen examenvragen in de database zitten. Ja, dat is natuurlijk super actueel. Hè? Die kids die zijn net klaar. Maar jullie kunnen eigenlijk op basis van die data al voorspellen hoe het gaat straks. Ja. Ik moet even een onderscheid maken om te beginnen. Studyflow kan je dus online je eindexamens oefenen. Dat betekent dat je dus die oude pdf'jes van vroeger, die dus plat waren, die kan je nu digitaal invoeren. En dan wordt automatisch je cijfer berekend. Maar we zijn inmiddels ook overgestapt op het hele leerproces. Dus we doen nu ook rekenen. En dan kan je dus het jaar door rekenen oefenen. En dus de examens zijn we dus 2 jaar geleden begonnen. Begon eigenlijk een beetje als een geintje. En nu oefent 1 op de 2 leerlingen ongeveer elk jaar zijn examens bij ons online. Dus dat betekent dat er elk jaar ongeveer 3 miljoen oefenvragen beantwoord worden. Ja. En dat zijn er een heleboel. Hoe kom je aan die vragen eigenlijk? Nou, leerlingen oefenen de vragen zelf. Ja? Nou, die komen van het CITO, want dat is gewoon openbaar. Oké, die kun je gewoon herbruiken. Ja, precies. En om dat in een online platformje in elkaar te zetten, vraag-antwoord, dat is eigenlijk niet zoveel werk. Of ben je er echt dag mee bezig om dat te proberen? Het is heel veel werk, hoor. Dat kan ik je zeggen. Ja. Waar gaat de meeste werk in zitten? Nou ja, je moet natuurlijk al die vragen invoeren. Ja. En dat gaat echt om een heleboel examens. Dus je bent wel even zoet, ja. Oké, en dan nog zo enthousiast zijn. Nou, dat vind ik wel echt tof, ja. Hey, maar dan heb je dus die 3 miljoen, niet alleen vragen, maar ook antwoorden. Wat kun je daar verder mee? Nou, wat je dus met de data kan doen. Eigenlijk is het de informatie die vroeger in een schriftje verdween. Die komt nu online te staan in een platform. En die metadateren wij dus per vak op subonderwerpen en dan ook weer op sub-subonderwerpen. Dat betekent dat je opeens van elke leerling per seconde kan zien wat hij aan het doen was. En dus ook er data uit kan halen die heel interessant is op grotere schaal. Bijvoorbeeld, wij kunnen zien hoe de meisjes in Utrecht met in het vak economie, met subonderwerp kapitaal, het in de maand september hebben gedaan. Dus je kan heel specifiek informatie eruit halen. Maar hoe weet je dat die meisjes van die HAVO in Utrecht zijn? Dan moeten ze inloggen met een echte naam? Of gaat het op een IP-adres of zo? Nee, we zien welke scholen een leerling schrijft zich in met een school. Okay. Een leerling geeft een geslacht mee. Oh, kijk eens aan. Dus je kunt dan per school differentiëren, maar ook per klas, begrijp ik. Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Dan kun je dus precies zien van, nou ja, die school, die klas gaat mis op dat onderwerp. En wat voor dingen komen daaruit ongeveer? Wat we met de examens hebben gezien is dat ze wel geinig... Je ziet opeens het hele oefengedrag van leerlingen. Dus dan ben je ook wel benieuwd, nou, wat voor effect heeft nou GTSD? Of wat voor effect heeft voetbalwedstrijden op het oefenen van het leren? Nou, dan kijk je dus en dan zie je daadwerkelijk dat bijvoorbeeld tijdens de wedstrijden... Ajax in Amsterdam er heel weinig geoefend wordt. Je kan ongelooflijk veel met die data doen. En volgens mij, je hebt een screenshot. Ja, je hebt op het laatste moment dat je nog even wat screenshots gestuurd. Ja. Ik kan hem misschien wel even erop zetten. Okay. Deze. Want je hebt dus, behalve dat je dus op een heel grote schaal kan kijken naar wat voor invloed heeft de data op landelijke schaal, kan je ook kijken naar wat heb je eraan als leraar of als leerling zelf. En dit is zo'n voorbeeld daarvan. De leraren die een klas met Studyflow leerlingen hebben, die krijgen zo'n dashboard voor zich. En op dat dashboard zie je, elk bolletje is een leerling. En op de y-as zie je de tijd geoefend, dus de inzet eigenlijk. En op de x-as zie je de vooruitgang van leerlingen. Dit is trouwens nepdata, dus dit is privé. Er staat wel een naam bij. Ja, dat is een nepnaam. Okay. Dus maak maar niet druk. Maar in ieder geval... Wat je dus gaat zien is dat linksbovenin zijn de leerlingen die veel inzet tonen, maar weinig vooruitgang hebben. En rechts onderin zijn eigenlijk de leerlingen die
met relatief weinig inzet veel vooruitgang boeken. Dat betekent dus dat je die leerlingen rechts onderin kan laten helpen bij de leerlingen linksbovenin. Dus je hebt voor het eerst dat je als docent de klas binnenloopt, heb je een gereedschap in je handen waarmee je weet hoe je leerlingen op dit moment ervoor staan. Dus die leraar die loopt de klas uit en ze gaan allemaal zitten oefenen. En die leraar die kijkt dus mee van de achterkant en die komt weer terug en die zegt van... jij en jij gaan even met elkaar kletsen, want hij doet het beter dan jou. Precies. En als leraar zie je dus ook specifiek welke groepjes leerlingen hulp nodig hebben bij welke specifieke subonderwerpen. Dat betekent dat je dus nooit meer een klassikaal verhaal gaat geven. Nee. Want ja, je weet gewoon, dit drie leerlingen hebben dat nodig en die leerlingen hebben dat nodig en die zijn al lang klaar. Ja, maar dan krijg je natuurlijk ook leerlingen die denken, ik heb helemaal geen zin in anderen te helpen. Dus ik vul maar gewoon slechte antwoorden in, want anders ja, dan ik straks weer de lul. Dan krijg je geen vooruitgang. Nee. Nee, dus dat helpt je niet vooruit. Oh, en dan krijgen we een andere leerling die jou weer gaat helpen, terwijl je het eigenlijk wel weet. Precies. Ja, dat heb je natuurlijk met die leerlingen, want zodra je een systeem neerzet en ze krijgen feedback, gaat natuurlijk uitproberen van, wat zal er nou eens gebeuren? Tuurlijk, zie je dat ook terug? Nee, heel raar gedrag of zo? Ja, dat is een leuk voorbeeld. We hadden dat dus een tijdje geleden, waren we aan het experimenteren met van die gaming functies. Dus gamification. En wat we dus op een gegeven moment besloten was, laten we eens kijken wat er gebeurt als we muntjes uitdelen aan leerlingen voor het goed beantwoorden van vragen. Dus dan kwam er een heel klein tellertje rechtsbovenin, staat er op de site nu. En daar staat zo'n icoontje van zo'n muntje. En elke keer als je een vraag goed beantwoordt, krijg je 4 muntjes erbij. En we dachten, wat zou dat in godsnaam voor effect hebben? Nou, heel veel dus. Leerlingen oefenen echt serieus veel meer door het krijgen, alleen het krijgen van die muntjes en het krijgen van die positieve feedback op het platform. Oh, geweldig, ja. En met die muntjes kan je verder niks. Dat zou wel leuk zijn als je daar nog kan helemaal niks mee. Maar, ja. Hey, maar we hebben het vandaag over de toekomst. Is dit de toekomst? Ja, absoluut. Maar er moet wel iets bij gezegd worden. Het is niet. Het misverstand is vaak dat dit leraren gaat vervangen. Of dat het op een of andere manier het systeem heel erg gaat veranderen. Maar Waar wij en ik heel erg in geloven, is dat dit juist de leraar gaat versterken. Dit is een extra gereedschap in de handen van de leraar. En het verandert hem van zijn rol van voor de klas staan naar achter de klas staan. Hij wordt opeens een coach die gaat identificeren welke leerlingen er goed en slecht voor staan. En hij kan dus veel beter inspelen op de behoeftes van de klas. Ja. Even checken, zitten hier leraren in de zaal? Leraren, ja? Een paar. Wie van jullie zegt van nou, dit zou ik echt never nooit gebruiken? Ja? En wie van jullie zegt van nou, tof, dat ga ik zeker doen? Nog niet. Categorie geen mening, oh ja, oké. Okay. Wie zegt, nou, ik moet het nog wel even zien. Ja, typisch leraar. Nou, oké. Okay. Ik zou zeggen, ga hem nog even testen, want hij is hiernaast. Hey, super dat je er was. Yes. Nou, we komen straks natuurlijk nog even bij je terug. En tot zo. Hartstikke bedankt. Edo van Rooijen. Yes.